Ja, zit ik toch weer met dat Schiphol in mijn hoofd, vrienden. Ja, maar het is toch ook wat. 13.000 maar, hè. 13.000 reizigers per dag doen ze gewoon minder. Gewoon zomaar. Ja, er komt gewoon die Benschop waarvan ik... Ik heb al, weet ik, vaak aan die Benschop gevraagd. Benschop, sodemiet er nou alsjeblieft op, want je kan er niks van. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Maar ja, Benschop op de een of andere manier wil niet naar mij luisteren. En die zegt, nee, blijf lekker zitten. Oh ja, tuurlijk, blijf lekker zitten. Nee, maar ik ga het oplossen. Nee, je lost het niet op. Vind je Benschop helemaal niet. Zwakke broeder. En ja, dus wat hebben... Kijk, en nu... Vluchten worden geannuleerd. Vluchten gaan niet door. Vakanties gaan niet door voor mensen. Ja, en kijk... En die Benschop en al die mensen, die vergeten... Kijk, daar heeft die Benschop geen last van, vrienden. Dat is het punt. Die Benschop, die heeft gewoon zijn eigen vliegtuigje klaarstaan op een platform. En hij kan gewoon gaan en staan waar hij wil. En die zijn vakantie van die Benschop, die komt niet in gevaar. Want wij weten allemaal, mensen hebben al maanden van tevoren nu al hun vakantie geboekt. Weet je wel, die willen gewoon lekker naar Griekenland, naar Spanje, weet ik veel waar ze heen willen. En dat gaat dan gewoon niet door. Nee, of heel veel later. Of je staat uren in de rij in Schiphol en wij hebben gedacht bij onszelf allemaal, ja, maar dit is tijdelijk. Ja, dit is maar eventjes. Nee, dit gekruk is niet eventjes, vrienden. Dat blijkt nu. Het is gewoon structureel gekruk. Daar hebben we nu mee te maken. En dat komt allemaal ook vooral door die Benschop, maar ook door het kabinet. Want het kabinet, die hebben ook al jarenlang zitten bezuinigen. Ja, op Schiphol. Nee, lekker, nee, we houden die lonen laag en niks aan doen. En, laat maar lekker gaan. Ja, tuurlijk. Dus wat hebben we nu dan aan onze fiets? Ja, we hebben de perfecte storm. Ja, we hebben dus gekruk. Bij Schiphol. En we hebben gekruk bij het kabinet. In dit geval bij de kakelende Kaag. Die ook geen last heeft, by the way, van vliegen. Nee, die heeft ook van regeringsvliegtuigje dit en dat. En haar vakantie komt ook niet in gevaar. Dus waar maken zij zich druk om? Ja, precies. En dat is hem. En dan zijn gewoon de burgers de lul. En dat is het. En vrienden, en daarom, ja, hou er maar rekening mee. Dit is structureel gekruk. En ik wil namens jullie, zeg ik, tegen de Benschop en tegen kakelende Kaag. Dankjewel.